En Suriname is vanaf 6 uur vanavond in een weekend lockdown. Dat wil zeggen dat alleen essentiële diensten die daarvoor toestemming hebben zich over straat mogen begeven. En toch zijn er meer dan 50.000 dispensaties verstrekt. En is het mogelijk dat als u dringend de straat op moet, u hiervoor toestemming kunt vragen? Wat de mate van dringendheid is, vragen wij aan politiewoordvoerder Rachel Deekman, die als het goed zit we aan de telefoon hebben op dit moment. Goedenavond, mevrouw Deekman. Hallo. Mevrouw Deekman? Ja, ik hoor u. Goedenavond, mevrouw Deekman. Goedenavond. Weekend lockdown is ingegaan, maar er is toch een manier dat mensen aan een spoeddispensatie kunnen komen. Hoe kunnen deze mensen dat aanvragen? Dank u wel dat u die vraag stelt. Wij hebben in de afgelopen periode 2 nummers ter beschikking gekregen van Digicel en Telesuur. En dat stelt onze burgers of ons allemaal in de gelegenheid om kosteloos op deze nummers te bellen. Voor als wij gedurende de lockdownperiode voor een spoedgeval uit huis moeten. Lockdown vraagt van ons dat we thuis blijven. En vandaag vanaf 6 uur tot en met maandag 5 uur in de ochtend. Moeten we dus thuis blijven. Mocht het zijn dat er een spoedgeval zich voordoet, en dan met een spoedgeval bedoel ik te zeggen, een situatie die wij niet hebben kunnen overzien, we hebben het niet kunnen voorzien, dan bestaat de mogelijkheid dat we bellen op deze nummers die we ter beschikking hebben gehad. De nummers zijn 8, 15, 15, 55, dat is het Digicel-nummer. En het Telesuur-nummer is 8-41-35-35. Deze nummers zijn een uur voor lockdown al actief. Dus vanaf dit moment zou men gebruik kunnen maken van deze nummers als een spoedgeval zich voordoet. Oké, we gaan de nummers zo meteen voor de zekerheid herhalen. Maar ik wil u toch vragen, de politiepost van Domburg, die is gesloten. Hoe wordt dat opgevangen voor de mensen uit die omgeving? Ja, de politiepost van Domburg is gesloten. Vanwege het feit dat een COVID-besmette persoon die ruimte van het bureau heeft bezocht. Met het gevolg dat wij op advies van de politiedokter alle medewerkers die daar werkzaam waren of die daar aanwezig waren, dus in quarantaine moeten. Deze medewerkers die nu in quarantaine zijn, zullen dus die quarantaineperiode afwachten of uitzitten. Maar dat wil niet zeggen dat bewoners van dat gebied geen hulp van de politie zullen krijgen. De omliggende resorten, met name politieresort Houtuin, zal dus de opvang doen. Iedereen die dus zeg maar behoefte heeft aan hulp van de politie, kan in contact treden met het politiestation Houtuin of met het nummer op het nummer 115. Oké, Houtuin of het nummer 115. Mevrouw Deekman, is er extra controle dit weekend van de politie? Er zal sowieso controle zijn dit weekend. Zo gauw er lockdown is, is er controle. Dus het is niet veranderd. En als u, als we hebben geluisterd naar wat de minister heeft aangegeven, dan zullen we niet anders dan iedereen die zich toch nog op de weg begeeft te beboeten. En degene die toch maar feestjes organiseren,
zullen in elk geval ook een boete opgelegd krijgen. De muziekinstrumenten die in gebruik zijn op dat moment zullen dus ook in beslag genomen worden. En het is goed om te weten dat de overtreders nog altijd zullen worden overgebracht naar de politieacademie. U bent als kijker dus gewaarschuwd. Ik vraag nogmaals, mevrouw Deekman, kunt u alstublieft nog de nummers herhalen waarop er een uur voordat de lockdown ingaat, vanaf dat moment er dispensatie kan worden aangevraagd? De nummers zijn 8, 15, 15, 57. Dat is het Digicel-nummer waarop alle Digicel-gebruikers kosteloos kunnen bellen. Telezuurnummer is 841 35 35 en dat is het nummer waarop alle telezuurgebruikers kosteloos kunnen bellen en toestemming kunnen vragen als er een spoedgeval zich heeft voorgedaan. De officieren die deze telefoontjes zullen beantwoorden, zullen het een en ander aan u doorvragen en taxeren. Als u daadwerkelijk die toestemming kan krijgen. En als ik het goed heb, zijn de nummers gratis, hè? Als je belt, is het gratis. Als iemand belt op het nummer, is het allemaal kosteloos. Ja, oké. Nou, bedankt. De nummers staan nog heel even in beeld. Bedankt, mevrouw Deekman, voor de informatie die u ons vanavond heeft gegeven. Alsjeblieft. De eerste lockdown weekend is dus reeds ingegaan en het duurt tot en met maandagochtend 5 uur. En ook voor het volgende weekend is deze totale lockdown van kracht.